Hallo Little Mirrors, dit is een taaloefening die jullie gaan doen. Jullie moeten heel goed luisteren. Luisteren doe je met je oren. Als eerste gaan we goed luisteren wat de eerste letter is van het woord dat ik zeg. Luister maar. Het woord koe. K-oe. Even denken. Het is deze letter. De k. Ik hoop dat je het goed had. Het volgende woord. Paard. P-aard. Even denken. En dat is deze letter. De p. We gaan verder met het volgende woord. Lam. L-am. Dat is deze letter. Ik hoop dat je weer even goed had nagedacht. Het is de h. Het volgende woord is varken. F-arken. Even denken. Heb je het nog goed? Het is deze letter. De f. Het volgende woord is boer. B-oer. Eventjes weer denken. Je hebt het vast goed gedaan. Het is de b. Nu gaan we het een beetje moeilijker maken. We gaan de laatste letter. Dus wat hoor je helemaal achteraan aan het woord? We gaan er weer 5 oefenen. Hier komt het eerste woord. Kalf. Kalf. Hier even nadenken. En als je het goed hebt gedaan, dan is het deze letter. De f. Het volgende woord is veulen. Veulen. Hier even nadenken. Het is deze letter. De n. En die past ook heel goed bij de lentethema's die we mee bezig zijn. Big. Big. Weet je het al? Ik hoop het wel. Dit is hem. De g. Is geit. Geit. Denken, denken. Het is deze letter. De t. En het allerlaatste woord is poes. Poes. Moeilijk, hè? Dit is hem. De s. Ik hoop dat je goed hebt meegedaan. En dat het je gelukt is om goed te luisteren naar de juiste klanken van de woorden. Heel veel succes!